Goedemorgen, ik sta hier bij meneer Erik Paschier, persvoorlichter van politie Brabant-Noord. Wij zijn een beetje nieuwsgierig, of een beetje erg nieuwsgierig, naar de ongeregeldheden die zich plaatsgevonden hebben tijdens de carnavalsdagen. Is het meegevallen, meer of minder? Of... Nou, carnaval is zoals altijd gelukkig een groot feest geweest voor iedereen, ook voor de politie. Wat niet wil zeggen dat we niet gewerkt hebben, want het is wel erg druk geweest. We hebben toch in totaal de afgelopen vier dagen toch wel bijna 70, 80 aanhoudingen verricht. Waarvan van het weekend opvallend veel mensen van boven de rivieren. Die dan toch hier komen en zich toch denken te kunnen uitleven zoals het misschien bij hun niet kan. Maar hier kan dat ook niet. Toch veel mensen aangehouden. Het waren gelukkig allemaal kleine incidenten. Ze hebben zich geen bijzonder grote incidenten voorgedaan. Alleen ja, het is wel een groot aantal. Dat houdt in dat we het erg druk gehad hebben. Maar het overal gevoel is dat het een fijn feest is. Goedemorgen, we zijn bij meneer Woelens, Voske. Laatste keer. Traantjes? Veel. Veel de afgelopen dagen. Hebben ze nog ergens mee bedacht? Ik heb te gekke dingen meegekregen. Een hele wand vol met bloemen. Alleen nog gisteren op de laatste dag zoveel leuke aardigheidjes gehad. Alle spontane ovales die we van diverse clubs hebben gehad. Het was fantastisch. Had er ene jaar er nog niet bij gekund. 33 is toch veel mooier dan 32? Helaas, mijn vrouw kan ik helemaal niet meer volgend jaar halen. Met werken tenminste. Ja, we hebben 32 jaar Voske achter de rug, maar hoe lang totaal aan de horeca? Ja, die 37, 38 nou, dacht ik. Mooi geweest, wat ga je nou doen? Weet ik nog niet. Ga ik dadelijk na de zomer eens over peinzen of ik nog iets ga doen. En als ik iets leuks tegenkom, dan ga ik dat doen. Okay. Nou, ik wens je succes met schoonmaken verder. En 1 april is het gebeurd, hè? Ja, klopt. Nieuwe eigenaar, dat houden we nog maar even geheim. Ja, heel de bos weet er nog niks van. Dat is je ook verteld wordt. Nou, dan zie ik je met de carnaval aan deze kant van de bar waarschijnlijk. Absoluut. Succes. Dank je wel, Annie. Tot ziens. En Frank Sleutjes. Hoeveel jaar schoonmaken, opbouwen, afbreken? 29 jaar, jongen. Laatste of gaat het bij de volgende eigenaar verder? Ja, voorlopig schuiven we er allemaal mee uit. En Jacques zal hem moeten vragen van, ik wil hem, kun je komen helpen? Dan zal ik hem wel, denk ik, nog wel even matsen. Maar in principe schaai ik er ook gewoon mee uit naar dit jaar. Maar wat ga ik dan met die tijd doen? Hoor? Bent hij gewoon 2 dagen per jaar bezig? Ja, voor mijn eigen werkzaamheden die ik normaal moet doen met mijn baas natuurlijk. Maar zeg al, het is toch een leuke hobby geweest, altijd te doen. En ja, het is leuk, het blijft leuk. Het is altijd mooi om weer om het feest weer op te bouwen. Ik zie Atal Link kijken, dus volgens mij moet de vlug weer aan de gang. Ach, laten we wat krijgen door niet brooien. Zeg, we doen er maar gewoon mee. Dat was duidelijk. Tot de volgende keer. Bedankt Danny, tot de volgende keer. We zien elkaar. We staan weer bij meneer Verosmaal in de Ridderstraat. Goedemorgen. En dezelfde zooi als vorig jaar, of viel het mee? Nee, het valt er mee. Nou. Het is alleen een beetje bagger op de grond. En we hebben nu een hoge drukspuit, dus dat gaat, zie je wel, aan de achterkant. Wordt weer mooi schoon zo. Dus weer, En volgens mij was het drukker als vorig jaar hier. Je kon er niet doorkomen. Het was hier stampend druk. We hebben hierboven hadden we ook een klein feestje. En kei gezellig. Dus, goed kunnen slapen? Goed kunnen slapen. Goed kunnen... Ik hou jou niet verder op. Er komt een hele grote auto aan, die wacht wel eventjes. Hey, succes met schoonmaken. En tot volgend jaar weer. Tot volgende keer. Groetjes. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Sta bij Henk Huiskes op de markt. Ben je blij dat de carnaval erop zit? Of? Nou, van de ene kant natuurlijk wel. Maar het is toch een leuk evenement. En het is best redelijk geweest. We hebben het toch goed verkocht. We hebben wel geluk gehad met weer. Eerlijk is eerlijk. Ja, het was prachtig weer. Jongen. Ja, de enige dag die een beetje tegenviel was eigenlijk het begin van de carnaval, de zaterdagavond. Maar verder zijn we geweldig lekker gedraaid. En zijn we toch wel tevreden. Ondanks de recessie die er is, daar zeg maar, en geklaagd wordt. Wordt er op zulke dagen toch nog wel geld uitgegeven. Is het te vergelijken met andere jaren of is het minder of maakt het niet zoveel uit eigenlijk? Nou, in principe kan ik daar niet alles over zeggen. Ik ben er dus nee, natuurlijk. Zoveel bij geweest. Ik heb wat haringhappen betreft mijn werk thuis een beetje moeten doen. Maar ik geloof wel dat qua volk toch wel 80%
voor het publiek nog wel weer eens opkomen dagen. Denk ik. En ongeregeldheden, weinig last van? Hier op de markt, zo ik het vernomen heb, is er weinig of niks gebeurd. Dat is alleen maar goed, hè? Ja, dat valt niet tegen. Echt niet. Nou, je hebt de tent helemaal schoon, zie ik. Ja, het ziet er weer netjes uit. Hè. We hebben het mooi opgeruimd, vannacht al laat. He, dat gaat toch s'morgen met een mooie schone tent beginnen. Dat moet natuurlijk ook wel. En tot hoe laat gaat het door, s'avonds? Nou, het wordt wel een uur of zes. Een beetje voor de haringrappen, voor de cafés die we dan hebben, weet ik niet. En daar zijn we wel de hele dag mee bezig, toch wel. Ja, nou, succes verder, bedankt toch even met de woord het willen staan en tot de volgende keer. Hartstikke leuk en bedankt, zover. Oké. Okay. Het zit er weer op, meneer Van den Broek. Dat kunnen we wel zeggen, meneer Van den Ven. Hangt uw kieltje aan de waslijn? Nee, mijn kieltje niet. Dat hangt netjes buiten met een das wel. Die heb ik maar uitgewassen vanmorgen. Dat heb ik vannacht nog gedaan. Ja. Want ja. Ik kon gisteren zien wat ik gebikt had. Ja, ik ook. Ja. Ik zat nog een satéetje in en een halve bami-schijf en een bakje koffie. Dus, Jij gaat vanavond... Wat zat erin? En een bami-schijf, een satéetje en een bakje koffie. Koffie drink ik niet, dus dat zal wel Jägermeister geweest zijn dan. Nee, dat was mijn das, hè. Dat was jouw das. Dat was mijn das. Tenminste, ik heb een das vanmorgen in de wasmachine genomen. Gaat er vanavond haringhappen of paling zuigen? Ik ga vanavond hooguit paling zuigen, maar dat doe ik dan thuis op de bank. Thuis op de bank? Ja, nee. Goed is goed. En paling happen en haring zuigen, daar hou ik niet van. Ja, okay. Maar je hebt het wel gezellig gehad? Ik heb een fantastische carnaval gehad. En dan weer, wat denk je daarvan? Geweldig. Ja, veel buiten gestaan. Heerlijk. Ook de prins inhalen, was allemaal goed. Dat was helemaal gezellig. Maar jij ook nog tegengekomen, toch? Jij bent mij ook nog tegengekomen. Ja, gezien. Dat was ik? Dat waren jij. Ja, zeker weten. Nee, maar bij de station sta ik me eigenlijk iedere keer weer te verbazen. Dan kom ik daar om een minuut of 10 en dan in no time staan er gewoon 20.000 mensen rood, wit, geel. Het is toch prachtig. Ja, en alles gaat dan ook goed, hè? Alles gaat goed, maar ik denk dat daar dan alleen toch maar bossenaren staan. Ja, die buitenlijmers die komen pas van boven de rivieren, die komen pas 's middags, hè, denk ik, s'avonds. Dan komen die lekker vervelen. Maar de rest, nee, was gewoon goed, joh. En, prachtig weer, dat is toch wel belangrijk natuurlijk. Ze zijn allemaal de best en als het dan mooi weer is, dan hebben we weinig iets gezien van die intocht. Van die intocht? Nee, er weinig van gezien. Ja, maar we waren er wel. Ja, kun ik trouwens kijken of ik bruin geworden ben? Want ik heb heel met mijn cupje tegen de bar aangestaan. Ja, nee, dat ziet er goed uit. Beetje kleurtje. Ja, tegenwoordig niet laat groeien, je hebt plek zat. We gaan even verder wandelen. Het kan zo wel weer, meneer Van den Broek. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Is het een band of valt het mee? Of? Ja, valt het mee dit jaar. Valt het mee? Dit is minder dan anders? Ja, wel een klein beetje meer, maar we hebben toch al een hele hoop opgeruimd. Hoeveel vrachtwagens zijn er afgevoerd? Oeh. Ja. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar wel veel? Ja, wel veel, veel, ja. En nog even door? Nog eventjes door, ja. Dat is het laatste bergje? Ja, wij zijn toiletwagens op het ruimen, slangen en de kabels en dan zijn we de hele eind klaar. Dat is ook leuk werk. Ja, en 4 uur proberen we haring te happen, dus dan... Haringhap of paling zuigen. Ja. Jongens, succes verder en bedankt. Ja. Goed zo, bedankt. Hoi, hoi. Jou doei. Meneer Sleutjes, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met de verkoop van de rode rozen? Ja, ze houden nog steeds van rode rozen. Vooral... Woensdagmorgen krijg je rode rozen. Ja, ze hebben een verkeerd stapje hebben gedaan, maar anders niet meer. Anders niet? Nee, 30 jaar geleden was het erger, is nou. Wat ben je allemaal aan het doen, meneer Schriemer? Ja, we zijn de boel weer af aan het breken. Hè. We hebben, vorige week is voor de carnaval de boel opgebouwd, al die masten en toestanden. Ja, en nu is voor ons nog steeds carnaval, want we zijn er steeds bezig. Hè. Dus, ja, maar je hebt niks in de handen? Nee, ja, dan komt er geen maar. Dat moet je wel waardig aan. Maar dit is dus een taak van. Nee, we hebben het. Dit is een taak van de Uteldonkse Club? Ja, inderdaad. Technisch ministerie. Technisch ministerie. Kijk. Jij blijft ook maar lekker aan de gang. Ja, dat moet, al ben ik al 80, ik ben 79, dus... Waar ben jij? 79. Misschien... En nog volop aan de gang. Ja, nou, ik wens jou veel succes. Ja. Doe het een beetje rustig aan, hè. We gaan er vanavond nog iets drinken. Dadelijk al. Eerst werken en dan een bordje wat. Succes, hè. Ja, hé, Henny. Dank je, jongen. Tot ziens. U weet weinig van carnaval, maar u bent met de carnaval niet weg geweest. Ik ben met carnaval niet weg geweest. En u verkondigt het woord.
Ja, ik zou willen dat ze dat enorm veel mensen bij me kwamen om zo'n blaadje te lezen. Weet u, ik kondigde inderdaad het woord van God en van Jezus zelf. Het is eigenlijk heel erg bijbels. Maar dat zijn woorden die Jezus doorgegeven heeft in 1945 tijdens de oorlogstijd in Italië aan Maria Zeker Voltarta. Mensen die een blaadje van mij aannemen, vind ik een bewijs dat ze nog iets van geloof in zich hebben. Want mensen die dus niet geïnteresseerd zijn om die blaadjes te lezen, die zijn nog niet eigenlijk op de weg naar God zelf. Ik neem een blaadje van u aan en ik ga het zeker lezen. Dat vind ik ontzettend enig. Ik heb zojuist nog iemand gehad, die had van mijn blaadje gelezen. En die was dus niet katholiek. Maar, want zelf ben ik dus wel Rooms-katholiek. Maar hij was niet katholiek, maar het sprak me ontzettend aan. Ik zei, als je nou die blaadjes leest, dan zijn ze allemaal eigenlijk stuk voor stuk erg mooi. Het komt uit 15 boeken die geschreven zijn. Die kun je in Nijmegen bestellen. Maar ik weet niet of ze nog te bestellen zijn. Maar dit zijn ik heb hier wel 1000 blaadjes van en iedere week deel ik een ander blad uit over het geloof, over de liefde van God voor ons. En dat wij hem daaraan moeten beantwoorden. Als we dat niet doen, dan kiezen wij zelf voor de weg van Satan om in de hel te komen. Ja, ik heb bijzonder veel waardering voor wat u doet en ik wens u veel sterkte en dank u wel. Ik dank u ook heel hartelijk dat u dit doorgeeft. De mensen zijn dus elke week welkom in de... Een weg naar een bos van station uit komen ze bij me langs en hebben ze de kans om zo'n blaadje aan te nemen en iets over het geloof te lezen. Ja. Alleen maar over de liefde van God zelf voor ons. Oké, dank u wel. Goedemiddag allemaal in het bos. Dit is mijn tweede keer op de tv van de Bosstation. Henny van der Ven, die ons altijd interviewt, gaat vandaag alleen maar in de zon zitten en heeft eigenlijk helemaal nergens geen zin. Henny weet niet wat hij moet vragen, dus ik ga Henny interviewen. Henny, hoe was de carnaval? Carnaval was weer super. Mede dankzij het weer natuurlijk. Hè? Helemaal geweldig, jongen. Vertel eens eventjes, hoeveelste carnaval is dit voor jou, dat je dat mag vieren? De hoeveelste carnaval, waar ben ik nou? Dus dat is ongeveer 50 carnavals, heb ik nou achter de rug. En dat alles in 35 jaar? Ja, ik was een jaar of 12, 13 in de binnenstad geboren en gezellig, lekker. En je moet wel, als ik iets vraag, moet je wel behoorlijk antwoord geven. Nou, niet helemaal gezeten stuntelen, maar gewoon deur. Hè? Okay. Sorry. Je bent bij ons zondagmorgen gezellig geweest hier in Melsplace, op het stationsplein in Den Bosch, dat weten jullie allemaal. Ja. En je hebt me beloofd dat je zou komen. De worstbroodjes waren lekker, denk ik, of niet? Dat viel een beetje tegen, droog, te lang in de oven gezeten. Bakken koordig uit de schuld? Nee, maar het was lekker. Nou, we hebben in ieder geval weer mooi weer gehad met de carnaval. Het was weer prachtig, hè. Zondagmorgen, mensen, was weer zo gezellig hier op het stationsplein in Zetten-en-Bosch. Henny van der Ven en consorten was er ook. Ja, wij waren er zeker. Je hebt ons kunnen zien en horen, denk ik. Nee, het is hier altijd supergezellig. En zeker met de carnaval, al dat rood-wit-geel, joh. De rillingen lopen over mijn rug als ik over de stationsbruggetje zo hier naartoe loop. Dat is bij mij nog altijd weer. En als ik die centjes naar de bank kan brengen, dan heb ik de rillingen over mijn rug van die zondagmorgen. Ja. Ik hoop dat jij nog een hele gezellige carnaval de komende jaren gaat hebben. We hebben volgend jaar denk ik dat 50 jaar carnaval voor jou, of niet? Dat wordt de 50ste. 50ste carnaval? 50ste carnaval. Nou mensen, zondagmorgen volgend jaar zijn we allemaal op het stationplein met de viert Henny zijn 50ste carnaval hier in Zetten-en-Bosch. Nou, dankjewel voor dit interview. Het was hartstikke leuk. Ik heb meer geluld als Guy. Ja, ik heb het in de gaten. Maar dat ben ik voor jou gewend. Daarvoor kom ik ook graag hier naartoe. Nou, en? Dat we elkaar nog lang mogen zien. Maar was de carnaval leuk? Ja, het was helemaal top. Echt helemaal super. Mooie mensen allemaal. Geen ellende. Ik hoorde net van collega's dat er in de bossen wel het een en ander gebeurd was. Ja. Maar hier op het stationsplein niet. Ja, dat gebeurt toch hoofdzakelijk met mensen die van buiten de stad komen. Vanmorgen nog bevestigd door de persvoorlichter. Ja, dat is nou helemaal niet anders. Nee. En dinsdag is dan Oeteldonk weer voor de Oeteldonkers. Ja, en woensdag doen we poetsen. En dan gaan we nou weer lekker verder. Ja, want alles ligt, zoals jullie kunnen zien, is een zootje. Dus wij gaan lekker poetsen. Okay. Ik zie jou volgend jaar. Tot de volgende keer. Is goed, jong. Ga je goed? Nog een kus? Doe me niet, nee. Nou, okay. Daar, als de camera uitstaat. Zitten we weer? Ja. Vorige week was het iets drukker hier zondag. Ietsjes drukker, ja. En ze hebben ook flink gezopen zo te zien, want het water bij de draak is op. Zie je dit? Het is helemaal leeg, ja. Ja, het is helemaal... Maar hij hangt er nog, hè.
Oeteldonk Centraal. En zouden ze daar vandaag nog af gaan breken? Ja, ik hoorde net klachten van Oeteldonkse Club dat al die oudjes daar moeten doen. Want ja, geen aanwas van jeugd, hè, Oeteldonkse Club. Net met Wim Schimmer gesproken, ja. Inderdaad, die mens is bijna 80 en die loopt nog te sjouwen. Ja. Geen jeugd te vinden meer. Misschien maar een oproep dan. Iets voor jou misschien? Jeugd hadden we het over, toch? Jeugd hadden we het over. Ja, nee, daarom. Nee. Jeugd is jong en onbelegen. Hè. Een oproep aan de jeugd van Oeteldonk om zich aan te melden bij de Oeteldonkse Club. Om dit soort klussen niet aan de iets oudere mannen en dames over te laten. Veel beter, ja. Dan kunnen die oudere mensen een beetje van hun rust genieten. Ja, ja. Dus bij deze, dat was de oproep. En bij deze sluiten we ook maar gelijk af. Goed idee, Monique? Ja. Ik dank jou hartstikke voor het filmen weer. En jou voor het meegehouden met mij. Het is gaar gedaan, een beetje slappe klets. Ja. En volgend jaar weer een paar mooie dagen van maken. Oké. Bedankt en tot de volgende keer. Goedemiddag, we zijn hier bij D2. Café D2. Hoe is het carnaval geweest? Ja, super. Eén woord geweldig. Dit was onze 8e carnaval. En elk jaar denk ik, ja, het zal wel een keer minder worden of minder leuk worden. Maar dit jaar heeft weer alles overtroffen. En we zitten hier ook in een perfecte buurt natuurlijk. Ja, super, super. Dus de drommen mensen die van het station afkomen. En ja, er zijn eigenlijk van het station af gezien de eerste kroeg. En sowieso is dit een heel oud gedeelte, Den Bosch, dit heeft sfeer, dit is gewoon uniek. Ja, dit is... Heb je nou, wat ik vragen wil, de mensen van buiten de stad, die gedragen zich heel anders als de Bosnaar of valt het mee hier? Dat is heel typisch. Het gekke is ook, van wij vinden zelf altijd, dinsdag is de gezelligste dag. Dat is weer de dag van de Oeteldonkers. Juist, juist. Ja. Want met drommen komen ze op zaterdag, zondag, vooral maandag met de grote optocht. En je ziet dan de kleding, je merkt meteen dat ze... Ja, zakjes met blikjes bier. Blikjes bier, daar zijn we ook heel alert op, van dat blijft allemaal buiten. En springen, trekken aan de versiering en ja, die mensen die moet je regelmatig corrigeren. En dinsdag is een dag van echte Oeteldonkers, dat kun je merken, ook qua sfeer. En ja, absoluut. Nou, nu even schoonmaken, moet je dadelijk weer open? Nee, we gaan niet meer open. Nee, nee, nee. We gaan zelf even een borreltje drinken? Daar sowieso. En dan gaan we lekker genieten van een paar weken vakantie. En daar zijn we aan toe. Wij hebben altijd onze lange vakantie na carnaval. En dan begin maart, eind maart, dan gaan we er weer volop tegenaan. Groot gelijk. Bedankt voor het gesprekje en succes verder. Heel graag gedaan, alsjeblieft. We zijn bij Danza, eetcafé normaal en carnaval feestcafé. Ja, dat klopt, ja. Hoe is het geweest dit jaar? Ja, goed. Gezellig. Drukker of minder als andere jaren of geen verschil? Het was iets drukker geworden. In verband met de crisis zeker? Ja, ik denk het wel, ja, dat het daarmee te maken heeft. Wij zijn zelf ook nog eventjes hier binnen gewandeld. Ja, maar ja, het is gewoon een supercafé. Je moet eigenlijk meer af en toe de mensen de binnenstad uit en wat de zijstraatjes in. Daar komen dit soort cafés tegen waar een sfeer hangt wat onbegrijpelijk is. Ja, inderdaad. Dat vind ik ook. Bovenop de bak? Bovenop de bar, ja. Alles kan, alles mag. En vanavond weer open? En morgenavond. Morgenavond kunnen we weer eten. Dus... Nou, ik wens jou succes met schoonmaken verder en bedankt dat je even tijd had. Goed, graag gedaan. Okay, houdoe. Tot ziens. Nou, zoals jullie zien hebben de kikkertjes het gehad. Die gaan weer terug naar de moeras. En hopelijk volgend jaar weer fit. Want het is nou helemaal niks meer, hè? Het is niks meer. Jongens, tot volgend jaar.